Hello. Hoi, mijn naam is Ivo. Welkom bij een gloednieuwe video. Ivo, waarom doe je zo? Doe zo altijd. Even serieus. Ik ga even wat serieuzer even tegen jullie zijn. Dus ik ga even wat aanschuiven. En ik ga wat vertellen tegen jullie. Het is wat schokkender bij mij overgekomen gisteren bij de livestream. Weet jullie niet waar ik over praat, slash lul? Check de link in de beschrijving, daar staat de video. En ja, let's freaking go. Om te beginnen wil ik jullie wat vertellen. En dat gaat over Chioda Gaming, oftewel Chioda. Chioda Gaming bestaat niet meer. Heel hard gezegd. Heel naar. Check wel voor de link in de beschrijving. Er staat Chioda. Klik daar even op. Klik op zijn kanaal. Want hij is heeft 3 strikes gekregen. 3 voor mij voor ongeldige strikes. Copyright strikes. Van kleine stukjes muziek. Ik weet niet hoor, maar... GTA die heeft een aantal muziekjes in de radio. En die muziekjes die heeft Gio misschien een aantal keer in de livestream aangezet of ergens anders. En is dus zo opgepakt. Dus heel naar. Maar vergeet dus niet even te abonneren op Gio Daar Gaming. Maar ik wil ook eventjes zeggen dat het gewoon een beetje naar is dat gewoon een kleine YouTube, kijk als ik zeg 1 miljoen subs en je krijgt dit, denk ik van oké. Okay. Dan is het logisch, maar iemand van 300 nog wat subs? Nee, dan van 0 weer. Maar Ivo, hij is klein, net als jij. Dus jij noemt dit klein? Ik weet al waar het over heb, over het YouTube kanaal. Of ja, hij is klein in subs en jij niet. En jij ook. Dat klopt. Maar je hoeft niet gelijk iemand te strijken die wat die. Als ik jou. Okay, ik ga jou bijvoorbeeld. 100k. Je krijgt dat. En het wordt weer afgenomen door je ouders bijvoorbeeld. Dat is gewoon sneu. Dat is gewoon 300 subs. Heel veel tijd ingestoken in zijn video's. Weg. Weg. Ik hoop dat jullie het even begrijpen. En dat jullie ook eventjes op Gio gaan abonneren. Chioda Gaming. Gio. We don't forgive you. Kom terug met nieuwe video's. Vergeet geen like erop te doen. En te abonneren. Op Chioda Gaming. En op mijn kanaal. En zeg me in. Dat is later als maar. Tot ziens. Tot morgen mensen.